neem ik jullie natuurlijk mee. Blijf lekker zitten kijken, tot zo. Ik was vandaag met de rijder recht en ik vond het echt super leuk. Ja. En wat is nou de raarste zaak die je ooit hebt meegemaakt? De raarste zaak die je ooit hebt meegemaakt? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Want voor ons is eigenlijk geen enkele zaak raar. Nee. Omdat we altijd kijken naar hoe kunnen we mensen helpen. Er komen in elk geval gerechtigheid. Precies. Zijn we. Dus nog even een stukje lopen, maar tot zo. De opnames van de rijdende rechter, Slot Zeist. We gaan nu de gracht over. We zijn alleen een beetje aan de late kant, maar dat kwam omdat er een ongeluk was gebeurd op de snelweg. Maar zoals we nu zien, zijn we bij Slot Zeist. Super mooi. Nou, ik neem jullie natuurlijk mee. Blijf lekker zitten kijken, tot zo. Super mooi kasteel. Ja. Echt gaaf. Die backstage bij de rijdende rechter. Oh, dat is echt leuk. Is het leuk, Daisy? Ja, super. Ja, hè? Oh, dit is echt mooi licht. Hier heb je echt, het ziet er echt mooi uit. Kijk, het verschilt echt. Oh ja. Yeah. Door die felle lampen. Wat leuk. Heel mooi kasteel hier, Slot Zeist. Oh, daar was ook zo. Dit is een heel mooi kamertje. We zijn nu aan het wachten, want zometeen is er weer een nieuwe opname van de rijdende rechter. En ik ben heel benieuwd. Het licht is echt super. Heb je ook een probleem of een buurderissie? Meld je dan aan voor dit programma, De Rijdende Rechter. Tot snel. Daisy, wat vond je van de uitspraak net? Spannend. Ja, het was nogal heftig, of niet? Ja, ik was helemaal zenuwachtig. Ja, Daisy werd helemaal zenuwachtig van en ze kreeg spontaan buik. Ja, zweetpillen. Zweetpillen. Ik zou zo'n kamer moeten hebben, die is nog mooi. Maar ja. Hoi Jessica. Hi, en hoe heet jij? Christian. Hoi Christian. Ja, ik was vandaag met de rijder recht en ik vond het echt super leuk. Ja. En wat is nou de raarste zaak die je ooit hebt meegemaakt? De raarste zaak die je ooit hebt meegemaakt? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag, want voor ons is eigenlijk geen enkele zaak raar. Nee. Omdat we altijd kijken naar hoe kunnen we mensen helpen. En wij kijken altijd vooral of een zaak juridisch klopt, of wij juridisch zeg maar mensen kunnen helpen. Daar gaat het programma over. Ja. Dus ja, raar is bij ons niet echt, komt niet echt voor in ons vocabulaire. Oké, nou dat is dan wel mooi te horen. Oh, ja. Ja. En zou je anders ooit ook een ander groot programma willen presenteren? Nou, ik ben ontzettend blij met dit programma. Ja. Ik vind het een heel interessant programma. En ik vind het een heel uitdagend programma. En ik doe daarnaast ook nog een WCT-show. Ja, vind ik ook super leuk. Dus ik heb eigenlijk op dit moment helemaal geen wens. Ik ben super blij en tevreden. Oké, okay. Ja. En zijn je en je twee zoons ook trots op je en kijken die ook ja. Op nou, die kijken niet naar de rijdende rechter, okay. Maar die kijken wel naar de WCT-show. Dat leuk. Is super leuk. Ja, die okay. Zijn wel trots voor jou. En dan, leuk. En dan nog een laatste vraag. Ja? Zou je ooit ook al willen overwegen om naar een commerciële zender over te stappen? Of zit je zo op? Ik zit heel erg goed. Ik zit heel erg goed. En dan ben ik heel benieuwd naar jouw blog. Want jij hebt, wat doe jij in jouw blog? Ik heb mijn eigen YouTube kanaal. En, ja? En doe ik altijd een andere, weer een andere aflevering. Ja. Soms ga ik naar een show voor kinderen. En dan maak ik daar een vlog van. Of een Sinterklaasvoorstelling. Nou, ja. En nu ben ik naar de rijder rechter geweest. En laatst weer de golfbaan. Dan moest ik iets doen. Ja. Nou, dus dan film ik dat. En dan maak ik dan weer een avontuur van een filmpje van. En dat, ja, dat wordt dan leuk bekeken op YouTube. En heb je veel volgers? En nou, het kan nog wel beter. Dus maar het gaat nu wel de redelijke kant op. Want dat een filmpje 3000 keer per keer wordt bekeken. Dus op zich. Dat is heel veel. Ja, dus je hebt gewoon 3000 kijkers al. Ja, dus nou, dat is heel goed.
Ja, ja, nou, weet je hoeveel kijkers de Rijn de Rechter heeft? Nou, ik denk 1,2 miljoen of 2. 1,5 soms wel. Ja, zou je dat ook willen met je vlog? Ja, natuurlijk. Ja. Ik wil er wel mijn beroep van maken. Ja. Maar het liefst wil ik ook presentator worden. Ja, nou, heel goed. Je bent lekker bezig. Ja, hartstikke bedankt. Rijden in de rechten vanuit Slot Size. Dat was echt super leuk. En vooral de laatste aflevering. Dat is behoorlijk heftig. En als het goed is, komt dat in maart op tv. En ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen, maar ik vond het best wel indrukwekkend. Doeg dames, doeg! Of niet, Daisy? Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het heel erg spannend. Ja. Want die mevrouw werd best wel boos. En behoorlijk boos. Ik vond het wel een beetje moeilijk om er naar te kijken. Ja, en wat zei ze? Hufters! Ja, en niet lachen, niet lachen. Lach maar. Nou, het was voor de mensen echt wel om te lachen, maar het was best wel zielig. Want die aardappelgeur de hele tijd. Ja, maar het was best wel zielig, want hun hadden de rijdende rechten ingeschakeld. En het ging eigenlijk om een echtpaar van 85 jaar. Ja. En die waren zo. Die moeten gewoon rust krijgen. En die waren zogenaamd dus 3 keer per dag. Ja, serieus waar. 3 keer per dag waren ze aan het koken. Nou, welke persoon van 85 jaar is er 3 keer per dag aan het koken? En dan aardappelen. En dan ook nog aardappelen en krieltjes. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dus ik had echt wel een beetje medelijden met de mensen. Uiteindelijk hebben ze gewonnen, dus dat is echt super leuk. Meer kan ik er natuurlijk niet over vertellen, want ja, dan moet je natuurlijk zelf met de rijderrechten te kijken. En misschien zie je mij dan ook nog op tv. Er komt in elk geval gerechtigheid. Precies, precies. Want daarvoor is de rijdende rechten. En ik zou zeggen, vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan zeggen wij tot de volgende keer maar weer bij de Life of Christian. Doeg! I can fly from home.